Piet, we zijn hier bij de Strijnse IJsclub in de bestuurskamer. Hoe is het zo 5 minuten voor de wedstrijd van de korte baanwedstrijden? Nou, het is hier tot nog toe zeer spannend, want de deelnemers komen tot nog toe steeds binnen om er eigen op te geven. We hebben ongeveer 30 deelnemers, dus ik kan gerust zeggen dat er alweer is geslaagd. Gaan we nog even naar de hoofdscheidsrechter. Hoe is die weer zo in het nieuwe seizoen? Nou, zo is het nou gelopen, is eigenlijk weer Marakels best hier op Strijden. Want gisteren was het natuurlijk een spektakel. Ja, een spektakel. Ik bedoel, wereldtijden gemaakt met ringrijden. En ik zie het vanavond met die jongens weer zitten met de korte baan. We laten ze expres voor de wind rijden. Een beetje, ik denk dat we toptijden gaan halen vanavond. Dan ga ik even naar de andere Piet, ook wel bekend van het wielrennen. Dus even vragen, Piet, hoe is de stand van zaken zo'n paar minuten voor de wedstrijd? Ja, ik hoop dat het lukt. Wij zijn genoeg deelnemers. En we zullen het wel zien, Perry. Met de dames beginnen. Dekkerslem tegen Willy Huisman in de eerste rit. Krijgen we nu twee sprinters in het gezelschap. Engel Achterberg tegen Peter Bos. En dit gaat een zeer spectaculaire rit worden. Die zijn aan elkaar gewaagd. Ik zou willen beginnen met de dames. Als vierde prijs Linda Heinsberg. Yeah. Linda was geblesseerd. Maar hier zit toch een geldbedrag in, Linda. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd. Twee keer, hè? Je hebt goed je best gedaan. Daar doen we het voor. Kijk eens op. De derde prijs, Willy Huisman. Yeah. Willy, heb ook een geldbedrag. Je kan het allemaal hier nog besteden. Als je wil, hoeft niet, mag wel. De tweede prijs, Bengta Sven. Bengta heeft natuurlijk ook een geldbedrag. Bengta, gefeliciteerd. Bengta zit in de prijzen en Arie Pieter was afvaller dit jaar, helaas. Maar het is niet anders. En de eerste prijs, Elisa Huisman. Elisa wou nog tegen Peter Bos rijden, maar ze kennen elkaar heel goed. Maar jammer dat we het opruimen waren, want dat had ik ook wel eens willen zien. Maar proficiat. Alsjeblieft. Dan gaan we met de heren beginnen. 14 deelnemers, 7 prijzen. Geweldig. 7e is Jacob van der Heijden. Jacob, je bent wel de eerste prijs gehaald, maar ik denk nog meer trainen, dan zit het in de toekomst goed. Alsjeblieft. De 6e, Engel Achterberg. Ik wou toch een hartelijk applaus voor Engel, want hij is een van de oudste deelnemers, maar hij is altijd present. Engel, proficiat. De 5e prijs, Johan Boelrijk. Johan Boelrijk met de 5e prijs. Johan is ook meestal bij de eerste, maar ja, een beetje gunstig loten. Dankjewel. Johan, gisteren zat je erbij en vandaag weer. Proficiat. De 4e prijs is Mike van Eikering. Ja, als je die nieuwe man zag rijden, dan denk je, hoe komt hij naar de eindstreep? Maar hij haalt toch de 4e prijs. Ik vind het sportief een geweldige prestatie. Maar Mike, zuinig op je geldbedrag, jongen, en gefeliciteerd. Dank je, sportvries. Dan gaan we naar de hoofdprijswinnaars deze avond. Martin Redijk. Martin Redijk. Ik heb even een drink halen. Hij is al op leeftijd, maar hij pakt toch hier... verschillende tientjes weg, Martin. Je lacht met je broer, hij staat er even in de problemen, maar ja, dat is wel op de starten. Gefeliciteerd. En bedankt voor je deelname. Graag gedaan. En natuurlijk de finale rit als 2e, Marcel Redijk. Het was een spannende rit met Marcel en Peter Bos. Maar Marcel, je hebt het toch maar weer geflikt. Je bent 2e en je hebt het niet voor niks gedaan. Wees er zuinig op. Want hij is er veel het keer op de Tenerife. Ja. Hey, proficiat. En dan krijgen we de hoofdprijswinnaar, Peter Bos. Hey! Nou moet ik gokken, maar misschien kan Peter het misschien zelf vertellen. Hij is 5 keer achter elkaar denk kampioen geworden van de club. 4 of 5 keer. Weet je het nog uit je hoofd? Ik denk de 5e keer. 5e keer, een applaus. Hey! En Peter hebt de hoofdprijs. En hier zit het grote geld in, Peter. Maar je krijgt natuurlijk de wisselbokaal. En dan komt mijn rechterhand, Chris Redijk. De starter.
En dat is ook natuurlijk onze jury met Piet Kruithof. En natuurlijk Bas, niet te vergeten, wil ik voor het bestuur toch ook nog even een applausje hebben. En natuurlijk ook voor de baddies, hè. De baddies. Nou, dan gaan we naar de wisselboek halen, Peter. We hebben een nieuwe gekocht. Die andere is in jouw bezit gekomen. Dus hier kan je weer een paar jaar tegenaan. En dan wordt misschien ook je eigendom, maar je moet wel de eerste prijs blijven verdienen. Peter, de wisselbokaal. Je naam wordt morgen gegraveerd. Die komt erop te staan. En dit is een beker, die mag je houden. Oké. Zo mensen, dit was het voor vandaag. Maar ik heb natuurlijk nog een hele goede mededeling. Wij gaan ons oudste lid, Henk Hoogwerf, 80 jaar lid, die gaan we donderdagmiddag 2 januari om 2 uur huldigen. Met muziek, met Arreslee, met alles wat erop en aan is. En mensen, zeg het voort, kom in grote getalen dit op te luisteren hier bij de Strijdse IJsclub. De man is 95 jaar, hij is verschrikkelijk goed bij de tijd. En daar heb je nog plezier van als je dat allemaal mee kan maken. Aanstaande donderdagmiddag om 2 uur op de Strijdse IJsclub. Mensen, nogmaals dank voor jullie opkomst. En ik zie jullie aanstaande donderdag om 2 uur met de muziek en wel met Joe Corps. Mensen, tot donderdag 2 januari.